Ik wil graag ingaan, wat diep ingaan op het financieel beheer. Dus daar gaan we het betoog vooral over. Daar ga ik nu van start. Allereerst zou ik graag alle organisaties en ambtenaren hartelijk willen bedanken die ons ook dit jaar weer enorm hebben geholpen met het controleren en beoordelen van de jaarrekening van VWS over 2022. Geen gemakkelijke klus. We hebben veel gehad aan de rapporten die door hen zijn geschreven en we zijn ook dankbaar voor de vragen die door hen zijn beantwoord. Dat zijn natuurlijk allereerst de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk, maar ook de ambtenaren bij VWS in het algemeen en de ambtenaren van de afdeling Financieel-Economische Zaken van VWS in het bijzonder, die ook dit jaar weer naar de Kamer zijn gekomen om onze vragen te beantwoorden. We stellen dit zeer op prijs. Ook nogmaals veel dank, tenslotte aan de ambtelijke staf en ondersteuning voor al het werk. En misschien wil ik even kort iets aanstippen, want ik was natuurlijk voor het eerst rapporteur over de VWS-begroting 2 jaar geleden. En toen werd er voor het eerst een ernstige onvolkomenheid geconstateerd rond het financieel beheer. En de minister toen, ja, die wilde er nog niet echt aan. Dat staat erg in de verdedigende houding. Dat is nu gelukkig verbeterd. En ook toen was er sprake van verplichtingen, voorschotten die niet goed verantwoord konden worden. Dat was toen 5,1 miljard euro. En dat was een deel daarvan was, moet ik erbij zeggen, dat was ook om, dat kon niet verantwoord worden vanwege het feit dat het niet op tijd de Kamer bijvoorbeeld was geïnformeerd. Maar heel vaak ben ik daarna erop aangesproken door leden van onze partij. Ja, hoe zit het met die 5,1 miljard? En onlangs zag minister De Jonge van ja, de 5,1 miljard is weg. Nou, dat in zoverre wil ik dan ook maar even gezegd hebben, die was natuurlijk helemaal weg, want een groot deel daarvan dat kon niet verantwoord worden omdat bijvoorbeeld de Kamer niet op tijd was geïnformeerd. Maar wat we hebben nu dit jaar. Dit jaar worden natuurlijk de voorschotten afgerekend. En dat is wel voor een groot deel, zou je van kunnen zeggen, van ja, de bonnetjes zijn niet op orde. Ik zal er straks op ingaan. En heel toevallig is het weer hetzelfde bedrag, 5,1 miljard. Dus toen ik dat las, dacht ik ook wel van, het zit ze niet mee bij VWS. De heer Hans Leenders, die daar zit, directeur van Financiële Economische Zaken, zei bij de voorbereiding nog van, ja, we hebben nog overwogen om er 5,2 miljard van te maken, om die weer precies op datzelfde bedrag uit te komen. Dat was natuurlijk een grap. Maar in alle ernst, het is natuurlijk wel zo dat, en daarom zitten we hier ook, ja, in alle ernst, daar, omdat het gaat, ja, nee, dit was geen woordgrap. Zover was hij niet doorgedacht. Maar in alle ernst, nogmaals, het gaat om heel veel geld, 5 miljard. Nou, de politie gaat in totaal iets minder dan 6 miljard. Dat is enorm veel geld. En het ministerie van VWS gaat heel veel geld om. Dus het is heel belangrijk dat het financieel beheer op orde is. Dus vandaar dat we daar zoveel aandacht aan geven. Al 3 jaar op rij wordt het financieel beheer bij VWS dus beoordeeld als een ernstige onvolkomenheid door de Algemene Rekenkamer. Het is kortom een hardnekkig en groot probleem. In mijn bijdrage, voorzitter, zou ik hier graag dus wat nader op in willen gaan. En bovendien op het verslag dat mevrouw Van Heel en ik zojuist als rapporteurs hebben gegeven. Dus ik zal wat extra accenten leggen. Allereerst de aanbesteding, hè. Ik heb daar sinds mijn eerste jaar als rapporteur VWS steeds aandacht voor proberen te vragen, omdat goed financieel beheer vaak begint met goed aanbesteden en het maken van duidelijke afspraken. De financiële experts die we hebben gesproken beamen dit ook. Nou begrijp ik dat aanbesteden wellicht een wat saai en duf activiteit is, zeker op een ministerie als VWS, waarbij de beleidsdirecties, het is al vaker genoemd, een doenersmentaliteit heerst, hè? Iets dat denk ik op zichzelf trouwens prijzenswaardig is. Zelf heb ik als onderzoeker 11 jaar bij het Sociaal en Cultureel Planbureau mogen werken. Dat is een onderdeel van VWS. En een van de meest vervelende aspecten van het werk was altijd als een onderzoeksproject aanbesteed moest worden, hè? Dat ging dan via het HIS en dat was niet leuk omdat het heel bureaucratisch en moeilijk was. Dus ik begrijp dat het aanbesteden, dat het vaak als een duffe zaak wordt gezien. Maar het is dus wel heel belangrijk. En dat is natuurlijk zo voor een reden. Omdat het bijvoorbeeld corruptie voorkomt. En het elkaar opdrachten gunnen, onderling. En het voorkomt ook dat er te veel betaald wordt voor producten en diensten. Daar hebben we het net al uitgebreid over gehad. En dat dus leveranciers excessief veel winst kunnen maken. En daar gaan ook deze rapporten die we gisteren hebben ontvangen voor een groot deel over. Er zijn overwinsten gemaakt. En Civit is daar eigenlijk maar slechts één voorbeeld van. En belastinggeld, daar is iedereen het ongetwijfeld over eens. Dat moet zo efficiënt en effectief mogelijk worden besteed. En dat is dus een probleem, voorzitter, bij VWS. In de brief van minister Helder deze week wordt ook erkend dat er door VWS te veel is betaald voor bijvoorbeeld medische goederen. De beruchte mondkapjesdeal, ik zei het net al, van Liene is daar natuurlijk het bekendste voorbeeld van. Goed aanbesteden kan dit voorkomen. Maar daar ontbreekt het helaas. Ondanks alle energie en inzet die de afgelopen jaar is gestoken in het verbeteren van het financieel beheer, nog steeds aan bij VWS. Ook in 2022 zijn producten en diensten ingekocht zonder aanbesteding en met een beroep op dwingende spoed. Een beroep dat bijna altijd, en dat is toch iets op zich wel heel verbazingwekkend, blijf ik dat vinden, ongegrond bleek te zijn. De Algemene Rekenkamer schrijft hierover, ik citeer, voor bijna alle inkopen waarbij als argumentatie voor directe gunning dwingende spoed is gebruikt, konden wij de rechtmatigheid niet vaststellen. Einde citaat. En dan zou ik, hoe kan dat toch? Dat zou ik dan aan de minister willen vragen. Als een beroep op dwingende spoed door het ministerie uiteindelijk
volgens de Algemene Rekenkamer onrechtmatig is, is het dan misschien niet beter om simpelweg te stoppen met het beroep doen op dwingende spoed en wel netjes aan te besteden? En als dat een brug te ver is, en mevrouw Thiele merkte net ook iets vergelijkbaars op volgens mij, is het voor het ministerie, is het dan niet mogelijk op zijn minst om, informeel dan desnoods, de reden voor dwingende spoedaankoop voortaan eerst af te stemmen of te sonderen, zoals dat begrijp ik in ambtelijke taal vaak wordt genoemd, met bijvoorbeeld de Auditdienst Rijk, de Algemene Rekenkamer of een andere externe instantie. Want nu is het vooraf een beroep doen op dwingende spoed, dat is volgens mij de praktijk door VWS, lijkt het solliciteren naar een onrechtmatigheid op de begroting achteraf. En dat zou je toch niet moeten willen. Dus, vandaar mijn vragen. Ook bij het verstrekken van de subsidie van 590 miljoen euro aan de Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19-bestrijding zijn, achteraf gezien, de aanbestedingsregels onterecht niet gevolgd. En ook hier lijkt het erop alsof de stichting door het ministerie, achteraf gezien dus onterecht, werd aangemerkt als een rechtspersoon met een wettelijke taak om zo, net als bij een beroep op dwingende spoed, niet aan de aanbestedingsregels te hoeven voldoen. Het kwam in ieder geval, laat ik het dan zo formuleren, waarschijnlijk niet slecht uit. En vanzelfsprekend hoort de cultuur op het ministerie niet te zijn, hoe kunnen we de aanbestedingsregels omzeilen? Maar hoe passen we de aanbestedingsregels correct toe? Ondanks dat het vervelend is, dat aanbesteden, dat herken ik net al. Dat aanbesteden, en zeker Europese aanbestedingen, enorm omslachtig zijn, helpt daar, dat begrijp ik dus natuurlijk niet bij. Wat mij betreft trouwens nog een reden om de Europese Unie zo snel mogelijk te verlaten. Maar als Europese aanbesteding te omslachtig is, kan het dan niet gekozen worden voor een soort tussenvorm. Een versnelde vorm van aanbesteden die, en dat begrijpen we van de Algemene Rekenkamer, ook bestaat in plaats van, zoals nu dus soms gebeurt, in het geheel niet aan te besteden. Desnoods alleen een snelle marktverkenning om er zeker van te zijn dat het ministerie niet te veel betaalt voor de producten en diensten die het inkoopt. Graag een reactie van de minister. En deze rapporten laten weer zien waar dat toe kan leiden gisteren. Dat je dus heel veel overwinsten hebt. Waar mensen, mevrouw Agema zei het ook al, onterecht eigenlijk rijk van worden. Dus het is echt iets om op te letten, denk ik. Een andere zorgelijke ontwikkeling vanuit het oogpunt van goed aanbesteden zijn de, ik noem het maar even, financiële zwarte gaten, vaak in de vorm van een stichting op afstand, die de afgelopen jaar door VWS zijn opgericht. Het Landelijk Consortium Hulpgoederen, LCH, is uiteraard het bekendste voorbeeld. Ik kom daar zo nog op terug. Maar ook de Stichting Open Nederland en, vrees ik, het zojuist genoemde LCCB, daarop is beperkt financieel toezicht. De controleverklaring van Ernst & Young over de financiële verantwoording over 2020 van LCH, dank trouwens aan het ministerie voor het toesturen van dat rapport op ons verzoek, laat dit denk ik heel duidelijk zien. Ernst & Young schrijven in dit rapport dat de volgende werkzaamheden buiten de rijkwijde van hun controle vallen, als het over het LCA gaat. En dan komt nu een citaat. De totstandkoming van de inkoopprijs, het proces van de totstandkoming van de inkooporders, onderzoek naar achtergrond van de leverancierskeuze en de toetsing van de inkopen aan de aanbestedingsregelgeving. Met andere woorden, einde citaat, zo goed als alle facetten die belangrijk zijn voor een degelijk financieel beheer. En daar zijn in deze rapporten is daar wel weer extra onderzoek naar verricht. Dus dat is mooi, maar het is natuurlijk heel vreemd dat zo'n constructie, denk ik, überhaupt is opgetuigd. Kunnen we hieruit concluderen, vraag ik aan de minister, dat er geen enkele controle achteraf heeft plaatsgevonden op de marges en het voldoen aan aanbestedingsnormen bij het LCH? En nu, ik heb het rapport gisteren ontvangen. Dit is even een algemene opmerking die ik ook zou willen maken. Dus deze rapport hebben we gisteren ontvangen en dat is heel mooi. Maar het is natuurlijk onmogelijk om dat allemaal voor debat door te lezen. Dus in het algemeen, dat lukt me niet. En een week geleden was het precies hetzelfde met het beantwoorden van de Kamer. Ook netjes voor het debat, maar het zou natuurlijk heel fijn zijn als dat misschien al is het maar een paar dagen extra, leestijd krijgt. Maar daar staat wel iets over in vermeld in deze rapporten, vermoed ik. Ik ga door. En als dat zo is, erkent de minister dat dit bijzonder onwenselijk is en dat daarmee het oprichten van financiële zwarte gaten, daar gaat het maar even om, zoals het LCA, in de toekomst moeten worden voorkomen. Dat lijkt me toch heel verstandig. De Algemene Rekenkamer is hier in ieder geval duidelijk over en concludeert op basis van dit rapport van Ernst & Young het volgende over de rechtmatigheid van de voorschotten die door VWS en het LCA zijn verstrekt. En dan komt er een citaat. Bij de afrekening van het eerste voorschot, 1,25 miljard, blijkt dat het onzeker is of de prijzen waarvoor goederen zijn aangekocht zorgvuldig tot stand zijn gekomen en of alle goederen volgens de overeengekomen kwaliteit zijn geleverd. Hierdoor kan niet worden vastgesteld dat dit deel van het voorschot, rechtmatig is afgerekend. Einde citaat. Nou, vraag aan de minister. Onderschrijft de minister deze conclusie van de Algemene Rekenkamer? Zo nee, waarom niet? En 2 jaar geleden wees ik er als rapporteur ook al op dat er daardoor dus enorme marges zijn gemaakt, zoals informanten die werkzaam waren in het LCA ons toen ook vertelden. En wederom werd bevestigd in de onderzoeken die dus gisteren, hier liggen ze, door minister Helden naar buiten zijn gebracht. De beruchte Siewert-deal is hier het bekendste voorbeeld van. Maar er zijn nog veel meer Siewert-deals gemaakt binnen het LCA, die buiten de schijnwerpers zijn gebleven. Vooral Mediek
De spin in het web bij Elsa had vrij spel en heeft zelfs, begrijpen wij althans, aan beide kanten van de tafel gezeten. Dat wil zeggen, de facto deals met zichzelf kunnen sluiten. Betaald met de creditcard van VWS. Als dit klopt, is dat vanzelfsprekend uiterst onwenselijk. De minister heeft in antwoord op de feitelijke vragen toegezegd de interne analyses van het landelijk consortium hulpmiddelen verricht door het ministerie naar de Tweede Kamer te zullen gaan sturen. En dan is mijn vraag, wanneer mag de Kamer deze analyses verwachten? Of zijn dat deze analyses? Dat zou ook eventueel kunnen, maar dat hoor ik dan graag, die we gisteren hebben ontvangen. Dan kom ik, voorzitter, nu bij mijn volgende blokje. Het maken van prestatieafspraken en het verrekenen van de voorschotten. In totaal wordt er over 2022 door VWS met deze begroting 5,1 miljard aan voorschotten verrekend. Waarvan de rechtmatigheid niet kan worden bewezen. Populair gezegd, zou kunnen zeggen, voor een groot deel althans, de bonnetjes zijn zoek. Dat betekent overigens niet dat deze 5,1 miljard in zijn geheel kwijt is. Voor het overgrote deel zullen vast netjes diensten en producten zijn geleverd. Alleen kan dit dus niet afdoende worden aangetoond. En of is het de vraag of voor deze producten niet te veel is betaald en of de kwaliteit voldoende was. En vanzelfsprekend, het is al vaak gezegd, is dit problematisch. Als een burger een paar honderd euro aan subsidies krijgt voorgeschoten en hij kan later niet hard maken dat hij er recht op had, wordt hij, we hebben dit bij de toeslagenaffaire gezien, hier keihard en genadeloos op afgerekend door de staat. Maar nu er 5,1 miljard euro aan uitgaven onvoldoende kan worden onderbouwd, verwacht het ministerie van VWS dat de Tweede Kamer hiervoor bij het kruisje tekent. En daar heb ik heel veel moeite mee, voorzitter. Wat de overheid eist van haar burgers, moet ze ook eisen van zichzelf. Het feit dat de schuld hier voor deels bij VWS zelf lijkt te liggen, en zijn, het is ook al vaker genoemd, aan de voorkant bij het afsluiten van de contracten onvoldoende heldere afspraken gemaakt over het controleren van de prestaties, maakt het terugvorderen, begrijpen we, lastig, maar het probleem niet minder groot. Integendeel zou ik willen zeggen. Daar waar dit niet het geval is, en we begrijpen van de Algemene Rekenkamer dat de 1,2 miljard aan voorschotten van de GGD Gor, bijvoorbeeld, dat werd ook net al genoemd, deels te wijten is aan de boekhouding bij de GGD Gor zelf, wordt, begrijpen we, geen actie ondernomen door VWS om de voorschotten, al is het maar deels, terug te vorderen. Waarom is dit het geval, zouden we de minister willen vragen. In de beantwoording van de feitelijke vragen lezen we hierover, het zijn geen organisaties die met een winstoogmerk werken. Dat kan zo zijn, maar dit kan toch geen reden zijn om mogelijk onterecht verleende voorschotten niet terug te vorderen. En Mediek, die een voorschot van 1,25 miljard heeft gekregen waarmee de leveranciers van het LCH zijn betaald, een voorschot dus waarvan niet kan worden bewezen dat het rechtmatig is, is wel degelijk een privaat bedrijf met winstoogmerk. Een bedrijf dat, alles wijst hierop, net zoals Siewert, goed heeft verdiend met het leveren van hulpmiddelen. En dan, waarom keurt de minister een voorschot van 1,25 miljard aan dit private bedrijf in handen van het Amerikaanse Advent International? Dat is de op zes na grootste private equity firm ter wereld. 1,25 miljard, waarvan de rechtmatigheid dus niet is aangetoond in deze begroting. Goed, zonder ook maar iets te doen om te achterhalen hoeveel hiervan onterecht is voorgeschoten en kan worden teruggevorderd. Dat is toch niet meer uit te leggen aan de Nederlandse belastingbetaler. Minister Helder, voorzitter, heeft in haar brief gisteren aan de Kamer dit ook min of meer erkend. Dat is goed nieuws. Het onderzoek dat het ministerie heeft laten verrichten na de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, dat gisteren is vrijgegeven, en ik heb er net al gezegd, wat had wat mij betreft misschien heel fijn geweest dat het eerder had gekund voor dit debat, laat zien dat er, wat ik als rapporteur tijdens de behandeling van VWS-begroting 2020 twee jaar geleden al opmerkte, bij het LCA inderdaad sprake was van belangenverstrengeling. Een medewerker van LCA, zo lezen we in dit onderzoek, sloot bijvoorbeeld een contract met een leverancier. Terwijl de medewerker via zijn eigen bedrijf zaken met die leverancier deed en daarmee persoonlijk belang had bij de inkoop van mondkapjes. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de vereiste controles op kwaliteit van het product en de kredietwaardigheid van de aanbieder vaak niet werden uitgevoerd. Minister Helder concludeert zelf, citaat, de manier waarop sommige leveranciers en hierbij betrokken personen hebben gehandeld, vind ik niet passen bij de omstandigheden van dat moment. Individuele belangen speelden daarbij een rol. Einde citaat. Met andere woorden, niet alleen Siewert, maar ook andere leveranciers hebben zich binnen het LCA weten te verrijken. Dit kon gebeuren omdat het financieel beheer niet op orde was. En niet goed is aanbesteed en er geen goede prestatieafspraken zijn gemaakt. VWS is hier verantwoordelijk voor, maar de leveranciers die hier misbruik van hebben gemaakt, wat ons betreft, zeker ook. Een ander voorbeeld is de Britse groothandel Bunzl.
Ook dit bedrijf heb ik in 2020 al genoemd als een van de bedrijven die misbruik heeft gemaakt van de situatie. Uit hun jaarverslag kon toen al worden opgemaakt dat ze goed hadden verdiend aan het verkopen van beschermingsmiddelen aan VWS. Ze schetten er nog net niet over op in hun jaarverslag. Nu blijkt uit het onderzoek, dat hier dus voor mij ligt, dat Bunzel rond de inkoop van materialen heimelijke commissies wist te bedingen ter waarde van ongeveer 2 miljoen euro. Terwijl medewerkers van Bunzel ook bij het LCH werkten. Ik juich dan ook toe dat de landsadvocaat op verzoek van VWS een rechtszaak voorbereidt tegen de Britse groothandel Bunzel. Maar, en dit is een vraag aan minister Helder, zijn er naast Siebert en Bunzel hoogstwaarschijnlijk niet nog meer bedrijven en individuen die binnen het LCA heimelijk hebben geprofiteerd van de afwezigheid van goed financieel beheer en onterecht enorme bedragen in hun zak hebben weten te steken? Is de minister van plan te onderzoeken of niet alleen bij Siebert en Bunzel, maar ook bij de overige 104 leveranciers, of een deel daarvan, binnen het LCA geld kan worden teruggevorderd? En, heel belangrijk, wordt er naar de spin in het web bij LCA, Mediek, net zoals bij Siebert en Bunzel, ook onderzoek gedaan naar onterecht geïncasseerde overwinsten? En mogen we aannemen dat het ministerie alles op alles zal zetten om ook die overwinsten terug te vorderen? En zo nee, waarom niet? Binnen het LCA was de inkoop een puinhoop en het financieel beheer zo goed als afwezig. Maar dit was crisistijd, zal de minister zeggen. Goed. Maar nog steeds worden sommige soms duidelijke prestatieafspraken bij VWS niet gemaakt. We net ook al gezegd. Ook bij uitgaven die niet in crisistijd zijn gedaan en niets met corona te maken hebben. Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat heldere prestatieafspraken in het vervolg wel gemaakt worden? De Algemene Rekenkamer geeft als voorbeeld hiervan, het is een citaat al min of meer, gesprekken over onbedoelde zwangerschappen. Van deze gesprekken, dus een zorgverlening, kan dus niet worden vastgesteld of ze daadwerkelijk zijn gevoerd. Is de minister bereid ervoor te zorgen dat dit vanaf nu wel kan worden vastgesteld en indien dit niet mogelijk is, de subsidie voor deze gesprekken stop te zetten? Er zijn wellicht nog meer projecten binnen het ministerie waarvan de rechtmatigheid van de uitgaven niet goed kan worden vastgesteld. En indien dit zo is, zou het niet beter zijn deze projecten te verhuizen naar, wat begrijp ik uit de gesprekken die we hebben gevoerd, het rechtmatig perceel wordt genoemd. Dat wil zeggen ervoor te zorgen dat met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld dat de uitgaven rechtmatig zijn, of als dat niet mogelijk is, deze projecten simpelweg te schrappen. En dat begrijp ik wel, er werd ook gezegd tegen ons als rapporteurs van ja, dan gaat de Kamer op zijn achterste benen staan als die projecten geschrapt worden. Oké, dan is de Kamer verantwoordelijk. Maar in principe zou het toch moeten zijn, zou ik zeggen, of je doet het rechtmatig of je doet het niet. Nou, dat is dus mijn vraag ook aan de minister. Voorzitter, de Algemene Rekenkamer is hier duidelijk over. Ik citeer de Rekenkamer over de onrechtmatige voorschotten bij VWS. De afspraken die toen gemaakt zijn over de te leveren prestatie en wijze van verantwoording waren niet specifiek afdoende om nu bij afrekening van de voorschotten objectief en controleerbaar volledige zekerheid te kunnen verschaffen. Hoe gaat de minister zorgen dat dit voortaan wel van de voorkant dus geborgd wordt? Ik begrijp dat hiervoor een wegwijzer prestatieverklaring is ontworpen. De minister noemde het ook. Heel mooi, dus heel mooi. We lezen in het rapport van de Algemene Rekenkamer dat die wegwijzer eind december is afgerond en in februari 2023 formeel is vastgesteld. Maar de wegwijzer, dat staat er ook, is nog niet ingevoerd. Dus mijn vraag is nu natuurlijk, wanneer gaat dit wel gebeuren? Dit heeft ook weer met de implementatie te maken. En kan de Kamer misschien, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, deze wegwijzer wellicht ook ontvangen? Ik ga naar het laatste blokje, voorzitter. Reorganisatie. Voorzitter, het zal duidelijk zijn, het financieel beheer bij VWS moet beter. De eerste aanzet is hiervoor gegeven en daar ben ik blij mee. Maar we zijn er nog lang niet. Als de ernstige conclusies van de Algemene Rekenkamer over het financieel beheer bij VWS bij de jaarrekening van een beursgenoteerd bedrijf of een financiële instelling zouden spelen, dan werden daar zware consequenties aan verbonden. Het bestuur zou heel waarschijnlijk moeten opstappen. We begrijpen, voorzitter, dat wat het financieel beheer betreft met deze minister en secretaris-generaal de wind uit de goede hoek waait. Maar de noodzakelijke cultuurverandering is moeilijk te bewerkstelligen. Het probleem lijkt zich, begrijpen we, vooral in de eerste lijn bij de beleidsdirecties te bevinden. De Auditdienst Rijk schrijft hierover, citaat, in 2022 zien we nog geen zichtbare verandering in het in positie brengen van de eerste lijn. Einde citaat. Dat is mijn vraag natuurlijk, wanneer gaat dit nu wel gebeuren? Want de tijd dringt. We hebben het er vorig jaar als rapporteurs, mevrouw Van den Berg en ik, het hier ook precies over dit onderwerp gehad. Dat is toch alweer een jaar geleden. Misschien ligt een verandering van de organisatiestructuur ter ondersteuning van de gewenste cultuurverandering voor de hand. Vorig jaar werd al gesuggereerd bij de begrotingsbehandeling om de financiële medewerkers, zoals bij sommige ministeries al het geval is, niet langer te laten rapporteren aan hun beleidsdirectie, maar aan de afdeling financieel-economische zaken. Dit klinkt
Logisch. Zeker gezien de hardnekkige problemen met het financieel beheer. Een financieel medewerker die bij zijn beleidsdirectie projecten tegenhoudt, omdat bijvoorbeeld de aanbesteding onvoldoende op orde is, zal, zeker met de doenersmentaliteit die op de beleidsdirecties, begrijpen we, heerst, bij een functioneringsgesprek met de programmadirecteur, neem ik aan, van de beleidsdirectie, eerder als een lastpak worden gezien en ze ook worden beoordeeld. Terwijl hij door de financieel-economische afdeling van het ministerie juist, mag men toch aannemen, zal worden geprezen om zijn rechte rug. Kortom, dit is dan mijn vraag aan de minister. Ligt een dergelijke organisatieverandering niet heel erg voor de hand? Dus ja, bijna gezond verstand zou je toch zeggen. Ik zou daar graag aan willen toevoegen dat vrijwel iedereen die we als rapporteur hierover hebben gesproken er wel orde naar leek te hebben. De steun hiervoor in de Kamer ook behoorlijk lijkt te zijn. En de minister van Financiën tijdens het verantwoordingsdebat er ook niet afwijzend tegenover leek te staan. En zodra de minister van Financiën en een Kamerlid van Forum voor Democratie aan dezelfde kant van het touw lijken te trekken, is er, zou ik willen zeggen, toch wel iets bijzonders aan de hand. Wellicht dat de minister dat ook inziet. Tot slot, voorzitter. Een paar opmerkingen nog over de kosten, het is ook al genoemd, bij het kerndepartement VWS zelf. Die zijn de afgelopen jaren zo'n 9% per jaar gestegen. Veel sneller dus dan de zorgkosten als geheel. Dit terwijl bovendien een deel van de zorg is gedecentraliseerd naar de gemeente en dus, zou je mogen verwachten, minder beleidsinspanning van het ministerie is vereist. Dit lijkt bovendien een chronisch probleem te zijn. Dit is denk ik heel belangrijk, dat al van voor de coronaperiode stond. In 2019 merkte de rapporteurs toen al op dat, in vergelijking met 2015, dus voor corona, de personeelskosten van het ministerie zelf zo sterk gestegen waren, met 34%. Vooral door meer externe inhuur, die toen al boven de roemennorm van 10% lag. En in 2022 is VWS een ministerie dat het verst boven deze norm ligt. Mijn vraag aan de minister, is deze snelle stijging van de personeelskosten op het departement en het overschrijden al jaren achter elkaar, dus ook van voor corona, en ook van de roemennorm, in zijn ogen niet echt een probleem? Het is meer dan corona, denk ik. Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat de minister doen om deze zorgwekkende trend om te buigen? Dat was mijn betoog. Dank u, voorzitter.